Jij doet de bril omhoog omdat je moet zeiken. Doe hem dan ook weer naar beneden. Ja, echt. Ja, maar wij toch ook niet? Nee, ja, ja, waarom wij dan wel? Oh, baby, vind je het lekker? Oh. Ja, de intro hebben we. Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Mensenmening. We staan vandaag in het prachtige Utrecht. Vandaag gaan we kijken wat is nou het verschil tussen de man en de vrouw. De typische clichés. En dit is de jury. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Indy en Danieke! Hallo! 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 Ik mag bij de legendes aansluiten. En wij zitten met Daniel. Ja. Dat is onwaar. Goed, we gaan lekker beginnen. Vandaag is het jongens tegen de meiden. Ik vind dat niet woke. En ik ben heel woke. Ben jij een beetje woke? Ik ben extreem woke. Ja? Dus ik vind het eigenlijk... Ik heb me hiervoor laten ompraten, maar ze betalen goed. Ik moet toch even zeggen... Goeie stem heeft Daniel. Ja, het is echt ook. Nee, jij hebt dat niet. Ik ook niet hoor. Nee. Maar Daniel, het is jij moet het van je verschijning hebben. Zeg. Ja. Jongens tegen de maatjes. Woe! Wie ben jij? Nou, ik ben Marcia. Marcia met de jasje. Wat heb jij een kekke jasje aan? Ja, van de motorsport. Ik zou het wel graag willen ook later. Later? Je bent toch al oud? Allereerst zie jij jezelf als een vrouw? Ja. Ja, oké. Okay. Dan weten we dat. Dat is fijn om te weten natuurlijk. Dit is niks voor Patrick om zoiets te vragen, hè? Patrick is echt een boer en die weet helemaal niet dat er meerdere genders zijn. Maar dat is hem ingefluisterd. Wie is er beter achter het stuur, de man of de vrouw? Als vrouw voel je je op dit onderwerp ook snel achtergesteld. Ja, en kijk dat Jassie wat ze aan heeft. Zij precies. Is natuurlijk de topcoureur. Ik denk dat ze gewoon gelijk, het hangt niet af van man of vrouw zijnde. Dat denk ik ook. Ik denk dat zij inderdaad een woke vrouw is. Dat vrouwen kunnen beter rijden, mannen hebben een grote bek, bla bla. De vrouw. Nou ja zeg. Dat is gewoon echt een feminist, ja? Vrouwen kunnen alles beter. Hé, hey, wacht trouwens. Dit is een strijd, hè? Tussen ons en de vrouwen, hè? Ik vind ook zelf heel goed rijden, dus ik denk ook echt dat vrouwen gewoon minder gevoel ervoor hebben. Man doet dus gewoon zo met zijn handjes zo. En wij moeten zo 20 keer steken. Ja, maar wij denken daar heel erg over na. Ook vind ik feminisme. Nee. Wie laat de badkamer het meest vies achter? Mannen, misschien is dat ook wel zo. Nee, dat is niet waar. Dan is er weer zo'n poederdoos ontploft. Make-up en dan gaat je bronzer kapot in de wasbak. En je steek zou laten hangen in de douche. Dat kilt iemand. En dan wijzen ze net die twee dingen aan die jij dan hebt achtergelaten. Kijk, in dit probleem heb ik dus heel vaak met mijn relatie. Ja, en zij doet dat gewoon heel goed, want op een gegeven moment denk ik ook dat het aan mij ligt. Ja, mannen en Lieke. Identificeer jij als een vrouw? Ja, dat weet ik nog niet. Vic, als je kijkt, ik weet dat je kijkt, jij maakt veel troep. En Isa waarschijnlijk ook. Ja, dat denk ik wel. Okay. Nee, dit blijft erin. Dit blijft erin. Gaslight inderdaad, dat is een goeie. Mannen. Niet alleen de badkamer, gewoon alles. Ja. En zij scheren ook hun baard en zo en dat ligt dan in die wasbak. Ja. Zij vindt mannen. 100%. Ik denk toch wel de vrouw eigenlijk. Ah! Oh! Wie is zij? I don't get it. Vrouwen zijn wat meer chaotischer, wat meer van de rotzooi. Jij doet de bril omhoog omdat je moet zeiken. Doe hem dan ook weer naar beneden. Ja, echt. Wij moeten hem dus omhoog doen omdat die al naar beneden is. En we moeten hem weer naar beneden doen. Dat zijn twee handelingen. Ja. Ja. Terwijl als allebei het zo doen, 100%. Dan is het gewoon gelijk. Ja, klopt. Ja. Eén handeling per sekse. Ja. Ik kan hier zo boos om worden. Ja, maar wij toch ook niet? Ja, nee, waarom wij dan wel? Discriminatie. Ja, en als je erop pist, is het ook niet goed. En moeten wij een papiertje pakken en dan zo dicht doen? Is jouw fucking taak. Of ga gewoon zitten, of dat hij dicht blijft. Ik doe zelf gewoon uit beleefdheid, doe ik allebei naar beneden. Hoe bedoel je? Met die deksel erop? Met die deksel erop. Dan moet jij alsnog iets omhoog doen. Dan weet niemand welke boodschap jij hebt gedaan. Dat... Hoezo, als de deksel naar beneden is, denk ik dat jij een hele dikke boodschap hebt achtergelaten. Het is juist een boodschap. Ja, dat zou ik dan niet denken. Het is een boodschap over de boodschap! Ja, dan heb je het niet door. Ik kan niet echt boos worden, voel ik aan mezelf. Ik ben helemaal boos om worden. Ik ben echt een beetje geprikkeld al vandaag. Er waren vroeger van die wc's publiek. Dan had je zo'n wc die dan zo ronddraaide. Ja. Dan had iemand wel eens zo'n drol op diep. En had het zo... uitgesmeerd. Fucking goud. Dat is jouw humor, hè? Ja, vind ik mooi. De gebruikte tampons op de grond. Nou, dat dan weer niet. Wat denkt hij dat er in een vrouwenbadkamer ligt? Als wij doen plop, flat. Dat is niet hoe het werkt. Mijn vriendin vroeg dus laatst inderdaad voor hoeveel geld... Nou, dit kan er echt niet in. Jawel! Ik dat zou likken. Hoeveel zou je dat doen, hè? Likken gewoon eraan zo. Gewoon even snel. Ja, ik zei €5.000, ben ik snel tevreden. Nou, ik zou even snel likken. Voor minder ga ik ook wel, hoor. Ja, ik vind het een hele ranzige gedachte. Oké, okay, maar iedereen heeft zijn prijs. Maar jij vriendin hebben het over. Van mijn vriendin. Hoeveel zou je doen? Geef ons mannen even een beeld, want wij komen natuurlijk niet heel vaak op de vrouwen-wc als het goed is. Overal even wc-papier.
plas. Nee, nou, dat openbaar is niet waar. Nee, dat meest liegt. Ja, bijvoorbeeld uit ga je als vrouw zijn hangen. Ik ga altijd in de bosjes. Jij bent gewoon een heel ander soort. Drie soorten inderdaad. Je hebt man, je hebt vrouw en je hebt Lieke. Ik heb nog allemaal littekens op mijn benen, omdat er een keer zo'n bramenstruik was waar ik toen langs ging. Ja, ik ga gewoon in de bosjes, interesseert mij het. Nou, blijkbaar ben ik de enige. Oké. Ik ga niet met jou naar een festival. Wie gaat er het snelst vreemd, denk jij, man of vrouw? Ik denk dat vrouwen meer vreemd gaan, maar die doen het gewoon heel sneaky. Mannen zijn gewoon dom. Die doen het dan in het openbaar en dan kom je erachter. Mannen kunnen niet liegen. Ze zijn te eerlijk. Vrouwen die gaan sneller emotioneel vreemd. Denk je, ja? Contact hebben. En mannen die, ja, mannen die doen, gaan gewoon tongen gewoon met iemand, ja, terwijl ze heel dronken zijn. Ja. En ineens later, oh kut. Vrouwen. Kijk, ja, dat denk ik zo ook. Maar zij gaan mannen zeggen. Nou, tegenwoordig volgens mij iedereen. Als je moet kiezen, de man of de vrouw? De man. Ik denk ook dat het cliché wel is, hè? Maar er schijnt onderzoek naar gedaan te zijn. Dan kunnen het veel beter geheim houden. Dat is het. Ah, zie je? Wie houdt er het meest van dirty talk tijdens de seks? Ik zit na te denken. Het zijn vooral vrouwen die daar dan soort van, ja, oh, ja, okay, praat vies met me. Ik vind daar ook wat van. Want vinden jullie dat fijn om te doen of om juist om te horen? Ik denk eerder horen dan doen. Ja, maar je gaat toch ook niet niks zeggen? Ja, ik vind dirty talk een beetje awkward of zo, ik weet niet. Mannen die zeggen meer van, ah, oh, baby, vind je het lekker? Oh. Oh, ja, nou, de intro hebben we. Weet ook weer hoe Volkert in bed praat. Ik ga al dan een tijdje met mijn vriendin. En dan moet ik dan nu tegen haar gaan zeggen, pijpen, vieze slet. Ik weet niet hoor, dan heb ik gewoon echt ruzie. Ik kan beter niks zeggen. Ik denk dat een man het niet zo heel veel kan schelen. Een man wil gewoon dat je gewoon het lekker vindt. Een man wil gewoon wiepen. Jij hebt toch wel eens een neppistool op een meisje haar hoofd gezet tijdens de seks? Nee. Goed verhaal dit. Ik word zo gevreemd hier. Ja. Dit is onzin. We gaan door. Oh, jij zegt mannen. Oké. Zoveel errors. Steen, vier, schaar. Oké, is dan mannen. Vrouwen zijn veel kaler tijdens de seks. Dus zij gaat voor vrouwen. Mannen. Jij ervan? Ja. Godverdomme. Yes! Zagen we meteen, hè? Wie ben jij? Ik ben Justin. Ik vind dit ook echt een Justin. Ja, net als dat Lieke echt bij Lieke past. Is dat zo? Jawel. Ik vind Lieke niet leuk. Ja. Wat doe je vandaag in de stad? Voetbalschoen halen. Is jouw droom om profvoetballer te worden of zeg je van, het is gewoon leuk voor erbij? Zo mag ik komen. Wie weet waar ik uitkom. Had jij ook vroeger de ambitie om een profvoetballer te worden? Ambitie zeker. Ja? Wat dan? Niet te vragen. Ik had het gevoel dat zeg maar elke guy dat heeft. Ik niet, want ik kon niet voetballen. Nee, maar, nee, ja. Dat was de beste club die er is. Real Madrid. Weet waarom Madrid dan? Die arrogantie van die witte kleur van het shirt. Vind ik top. Arrogantie van witte kleur vind ik wel een controversiële uitspraak. Hij is zelf ook een beetje een arrogant mannetje, dus dat past dat goed bij op hem. Zich ook wel. Heb jij een relatie? Nee. Nee, snap ik wel. Ja. Oh nee, grapje. Nee. Wat relaties gehad? Vriendje. En je valt op vrouwen of mannen? Ik val op vrouwen. Vrouwen, ja. Dit is ook zo'n gozer die dat als belediging opvalt. Ja, ja, letterlijk. We hebben het vandaag over de verschillen tussen de man en de vrouw. Identificeer je jezelf als man? Ja, 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 ja. Hebben we dat even rechtgezet? Dat moet tegenwoordig ook gevraagd worden. Vraag. Ja. Wie moet er betalen op de eerste date, man of vrouw? Ja. Wat vinden jullie? Ik vind degene die dan op date vraagt moet betalen. Juju. Nou, dat is wel een goeie. Ik heb een soort mannelijkheidsladder. En dat hangt eraf hoe hoog je saldo is. Of, nee. Oké, okay, maar wat denk je dat hij gaat zeggen? Hij zegt man. Hij, ja, man betaalt. Hij zegt ja. Hij zegt man. Man. Woehoe. Ja. Stel, zij zegt op zo'n eerste date van ik wil graag betalen, zeg je dan van vind ik ook goed? Of zeg je nee, ik sta erop? Ja, ik ga wel gewoon zeggen dat ik wil betalen. Ik vind het ook awkward als een man moet betalen, dan denk ik, ja, maar nu voel ik me jouw bezit. Laatst bood mijn vriendin aan om te betalen en ik zei nee, moet je niet doen. Tuurlijk jij niet. Stuurt zelfs tikkies naar jullie dates. Helemaal niet. Niet jokken. Nee, maar luister, ik heb gewoon een relatie, dus wij delen gewoon kosten. Het is niet meer dat zeg maar ik betaal. Betaal jij nog als je gaat uiteten voor je vriendin? Als ik haar meeneem wel. Ideale wereld, dan zegt hij van zal ik betalen? Nee. En dan zeg ik van ja, nee, ik wil ook wel gewoon meebetalen. Dat hij dan zegt van nee, laat maar zitten. En dan zeg ik van oké, dan betaal ik de volgende date. Dan ga je gewoon nooit meer op date. Op een gegeven moment kom je in de gezamenlijke rekeningfase. Doe je, ja, ja, maar ik heb ook een gezamenlijke rekening. Maar als ik het dan leuk vind om haar mee te nemen, ja, dan doe ik dat. Maar als je, ja, gewoon een avondje gaat uit eten, doe je van de gezamenlijke rekening. Ja, ja, ja. Nou, dan zit er niet zo stom te lullen. Wie is er beter achter het stuur? Statistisch gezien zijn mannen helemaal niet... Ja, dat is maar net hoe je het berekent, want ja, dat is waar, ja. Per kilometer zijn mannen beter. Ja, hier gaat hij ook mannen nou, zeggen. Nou, Lieke in ieder geval niet. Nou. Vaak als ik bijvoorbeeld in het verkeer iets zie, dat ik denk, wat doe jij? Dan is het wat vaker een vrouw dan een man. Denk dan... je niet dat hij het een beetje moeilijk vindt om in 2024 mannen te zeggen? Ja, ja, nee, zeggen. Hij is ook zo'n man. Ik heb onze collega Julia bepaalde dingen zien doen met haar auto. Je herkent hem hier buiten aan die kras op de zijkant. Ja, laat ik het daarbij houden. Hij is, ja, een man, hij zegt man. Hij vindt ook mannen beter. Mannen, ja, dat, ja, niet heel erg of zo, maar... Ja, ja, nuanceer het even voor de... Mannen! Wie is er sneller verliefd? Dat vind ik, ja, de vrouw. Ik denk niet dat dat waar is. Vrouwen.
Ja, ik denk ook wel vrouwen. Ja. Ik denk dat mannen misschien sneller verliefd zijn, maar dat vrouwen misschien iemand sneller leuk vinden of zo. Maar, ja, maar dat mannen denken ook wel met een piemel, hè? Ja, dat is ook wel waar. Maar is dat zo? Ja, wij denken met onze pik. Oh, 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 oh. Ze zeggen ook dat vrouwen na seks sneller verliefd worden. Ik ken ook wel veel mannen die dan wel stoer doen, maar stiekem toch al heel snel dan verliefd zijn op een meisje. En dan, maar dan zich dan wel groot houden. Ah, ja, nee, ja. Ja, daar heb ik zo'n poppen. Mag ik wat drinken? Wat doe je? Oh. Wat ben je nou drinken? Niks. Wat? Doe jij wel eens babystemmetjes? Nee. 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 Elke man doet dit sowieso. Nee. Gewoon thuis, als je tegen haar aan ligt. Hou je nog van me? Nee. Oh ja, hij zegt vrouwen. Maar ik denk dat hij gaat zeggen vrouwen zijn sneller verliefd. Want hij is de klassieke macho man. Ik denk vrouwen. Wat doen we het goed? Oké, dan. We zijn echt goed, hè? Wie ben jij? Hieronymus. Wat? Wat een epische naam. Ja. Wauw. Wat is dat dan? Dat is zijn naam. Ja, dat klinkt een beetje alsof jij een soort keizer bent die boven op een berg woont. Hieronymus. Dat heeft hij net sowieso verzonnen. Je bent lekker een sigaartje aan het roken, zie ik. Heerlijk. Kijk, is dus echt 5 euro duurder geworden. Stop daarmee. Nee. Wat doe je vandaag in de stad? Schoenen kopen. Wat schoenen heb je gekocht? Ja, van die basketbal schoenen. Basketbal? Ik vind je er vet uitzien. Trash metal. Is dat echt van die... Hoe klinkt dat? Daar ben ik van. Deze guy is echt uit de jaren 70 gewandeld. Ja. I like it. Hij ziet er echt uit als een Griekse god. Oh, zijn ja? ouders willen zien. Is dit een beetje hoe jij een Griekse god voor je ziet? Ja, agressief. Ja, gitaar. Hou ik van. Ik ben er een beetje bang van. Nee hoor, hij is niet eng hoor. Nee. Hij wil de hele tijd roken en dan vraagt Patrick weer een vraag en dan doet hij zo. Kijk, hij wil roken. Let op. Ja, hoe gaan die concerten eraan toe? Oh, die gaan wel ruiken. We hebben het over de clichés vandaag. Wie vind jij beter achter het stuur, de man of de vrouw? Oh, dat is een goede vraag. Dank je. Ja. Hij begon wel te twijfelen. Ja, nee. Hij zat in de fik. Nee, maar wij kennen die cultuur ook niet echt. Ja. Zijn met zij is een cultuur. Beetje traditioneel. Ja, dat weet ik juist ook feministisch. Niet. Of juist heel erg dat 2024. Hij gaat denk ik wel mannen zeggen, toch? Ja, ik ga met jullie mee. Want ja, ik vind hem wel een hele stoere. Ik heb weinig feel bij Hieronymus. De man zeggen? Man. Ja. Man. Ik denk... ligt daar natuurlijk wie. Waarom praat u met Frans? Maar vallen doet af en toe wel een beetje, ja. Hij is wel ook politiek correct. Ja, hij is niet alleen raar, maar hij is ook ultra woke. Dus we moeten nu eigenlijk vanaf nu alles verkeerd om antwoorden. Okay, ultra woke, ja. Death metalist. Ja. Die laat de wc het meest vies achter. Ja. Mannen sowieso. Maar als ik hem zie, dan denk ik ook aan een vies toilet. Ja. Zullen we mannen zeggen gewoon? Okay. Dan zijn het gewoon goorder. Ja, oké, check. Mannen. Die had je wel heel snel. Yay! Maar we kunnen wel meteen doorgaan. Vrouwen die wachten te lang. Wie wilde het vaak seks? Wie wilde het vaak seks? Ik denk vrouwen. Ja, denk je? Ja, dat denk ik wel. Mannen willen toch elke dag wel het liefst vrouwen te gaan kloppen, hè? Maar vrouwen moeten wel echt verliefd zijn, denk ik. Ik ken weinig mensen die gewoon, ik weet niet. Moet toch wel iemand leuk vinden, soort van, nog een beetje. De meeste... Oh, Hieronymus. Wat een zieke naam. Holy shit. Is het echt zijn naam? Dat meen je toch? Ja, je hebt zijn ID niet gezien. Nee, ik geloof het maar ook. Maar goed. Ja, jullie zeggen zelf ook, man, denk wel lekker met een piemel. Teken hem sneller ergens wel in. Ja. Ik had een keer gehoord... Was een keer op het nieuws dat een man gewoon zijn piemel in een soort van... Je weet wel, zo'n picknicktafel en dat je dan zo'n gat hebt voor de parasol... en dat hij hem daar had ingestoken en toen kreeg hij hem er niet meer uit. En toen moest de brandweer komen om zijn piemel uit die picknicktafel te halen. Wat? Dat was gewoon op het nieuws, hè? Stel je komt op het nieuws omdat je een picknicktafel hebt geneukt. Gay. Ik weet niet meer, wat was de... Wie wil het vaak seks? Ik denk, dan mag wel zeggen mannen. Ja, denk ik ook. Hij zegt vrouwen. Ik. Jij? Ja. Ik. Wat? Dat is het uit. Oh, sorry. Wat zit er in die sigaret? De relatie is uitgegaan omdat jij te veel seks wil. Ja, een beetje wel, ja. Hoe vaak wil jij seks dan ongeveer? Elke dag gewoon, toch? Ik vind iedereen die iedere dag seks wil een uitslover. Ja, klopt. Ja, het moet uit, toch? Het moet verversen weer worden, dat zaad beneden. Dit bedoel ik met vrouwen moeten een soort van een emotionele band hebben en hij zegt gewoon dat ze zaad ververs moet worden. Ja, maar het was toch zijn vriendin? Woman, lay down for Hieronymus. En het is leuk en het is gezond, dus waarom niet? Als je nu kijkt, je wil elke dag seks? Nee, ik ga niet zo met iedereen. Ik wil het wel echt doen met iemand waar ik van hou, weet je wel? Okay. Zeiden wij toch? Nee, we zijn vrouwen. Jij wilde vrouwen. Lika! Wie houdt er het meest van dirty talk tijdens de seks, de man of de vrouw? Hij is toch wel ergens een stoer mannetje, dus ik denk dat hij vrouwen gaat zeggen. Mannen. Ik. Nee, soms knapt het een beetje af. Ja. Als ze het doen. Stel, jij doet het, wat zeg je dan? Schatje. Sla me. Nee, dat doe ik niet. Nee. Vind je lekker, hè? Vies sletje. Echt niet, nee. Patrick, jongen. Sowieso. Ik wilde het echt niet horen uit Patrick's mond.
Nee, we doen wel de slap af en toe. Oh, Hieronymus. Nee. Heb je ook een bijnaampje eigenlijk? Ja, Ober. Dat is mijn gamertag, zeg maar. Maar of gewoon Hero. Ik denk dat Hieronymus stiekem wel game heeft. Ja? Ja, ja, omdat hij zo raar is, toch? In de echo. En inderdaad, van die meisjes die 3 weken niet gedoucht hebben, die vallen voor Hieronymus. Ja. Als een blok. Als een stinkend blok. Was hem weer, aflevering van de Mensenmening van deze week hier in het prachtige Utrecht. Eet smakelijk, hè? Grillburger! Maar saté kroket is beste. Ja? Ja, of broodje speciaaltje met remouladesaus. Remoulade? Maar die saté kroket. Ja? Slapen mensen op. Laat in de comments even weten wie jij de leukste man of vrouw vindt van de jury. En bedankt voor het kijken en tot volgende week. Slam TV. Het heet toch ook helemaal geen Slam TV? Hij wordt gewoon een beetje verlicht van deze mannen. Zij is toch een vrouw? Ja. Misschien identificeert zichzelf wel. Knip, knip, ben je geen vrouw? Dat doen wij hier, de Mensenmening. Oké. Okay. Ja. Fijne dag, hè? Ik vond het een genoegen. Ik vond het ook een genoegen. Waar genoegen. Tot volgende week. Doei. Ciao.